Ik wil nog even, als u mij vergeeft, terug naar... De Balkan. De Balkan. Nou, wat doen het wat wijer? U bent bijvoorbeeld ook in 1948 in Praag geweest. Hè, de communistische omwenteling, dat heeft u meegemaakt. Ja. Nu ziet u dat het ontdaan is. Wat, toen u daar in 1948 was, hoe ervoer u dat? Ervaarde is het, geloof ik, in beter Nederlands, maar dat wil ik even niet. Ik heb dat samen helemaal beleefd met een Britse correspondent, die in die tijd zeer bekend was, Getty, van de Daily Telegraph. Wij wisten min of meer wat er te gebeuren stond. Dit zijn de dagen van mijn leven dat ik geestelijk het meest geleden heb onder dit verraad. Een weerloos gemaakt Tsjechoslowakije, waar vooral Tsjechië de eeuwen door altijd gevochten had tegen Duitse beïnvloeding en Duitse overheersing, werd door de bondgenoten en democratieën, Frankrijk en Engeland, weerloos gemaakt en uitgeleverd aan een Duitsland in zijn meest afschuwelijke gedaante. Een racistische roofstaat. En daarom voelde ze zich, heeft de bevolking in grote mate zich voor de communisten uitgesproken? Dat ligt anders. Dat is een opeenstapeling geweest van toevalligheden en fouten. Er was in Tsjechoslowakije nooit veel sympathie voor het communisme. Behalve, dat was toen algemeen in Europa, bij studerende jeugd, gedeeltelijk. Maar door dat verraad van München heeft het geloof in de westerse democratieën bij het hele volk een knak gekregen waar ze nooit overheen gekomen zijn. Die is er vandaag ook nog. Toen kwam erbij dat door een politiek foutieve beslissing in Washington, die wel plotseling, toen de Duitsers verslagen waren, ook maar geen man en geen cent meer. Patton stond met zijn tanklegers vlak bij Praag, in Pilsen. Daar is hij stopgezet door Eisenhower en door de Chiefs of Staff. Hij mocht niet verder. En toen is Praag een week later door maarschalk Zhukov bevrijd. En een enorme propaganda. Als je door Praag reed, dan in alle trams stond een aanplakbiljet, een brood. Doorgesneden, bijna op de helft. Daar stond onder in het Tsjechisch: 40% van dit brood komt voor u uit de Sovjet-Unie. Begrijp je? Mm-hmm. En dergelijke geintjes meer. U heeft ook na de oorlog, in 1952, in Joegoslavië gewoond. Had u toch een soort sympathie voor dat communisme in de beginjaren? Nee. Waarom ging u er dan wonen? Omdat ik dat verschijnsel ben gaan bestuderen. Ik werkte toen als vaste redacteur voor een conctie van provinciale bladen. De Gelderlander Pers en Brabantse Pers enzovoort enzovoort. Hè. En die vroeg mij, wil je naar Joegoslavië, een jaar als correspondent? Ik zei graag. Ik had namelijk over dit nieuwe Joegoslavië had ik een roman in mijn hoofd. Dat is later geworden Het Land Achter Gods Rug. U heeft ook Tito ontmoet, hè? Ja. Ha! Maar u houdt toch van flinke kerels? Tito? Ja. Tito gaf nooit interviews. Als hij iets te verklaren had, dan liet hij een van de correspondenten van een persbureau, APUP of Reuter, bij zich komen. Ik had in mijn tweede verblijf had ik een gesprek aangevraagd, een interview. Via een gemeenschappelijke vriend. Ik was zeer bevriend geraakt met de directeur van het persbureau. Dat was een Montenegrijn. Ik heb een halve vakantie in de deur gebracht. Ik zou banken arrangeren jij dat ik Tito kon ontmoeten. Goed, ik krijg toestemming voor een gesprek. Ik rijd met de auto naar zijn villa, dit dingje, buiten Belgrado. Heel eenvoudig. Dan zit hij in een kamer met zijn secretaris. De gewone ceremonie, hè? Turkse koffie, glaasje pruimenjenever. En plotseling vuurt hij een vraag op mij af. U bent hier nu voor de tweede keer en kijk dan zijn secretaris en die zegt hem voor en al 3 maanden. Wat is er fout in dit land? Ik zeg maarschalk, de landbouwcollectivisatie. Maar wij hadden afgesproken dat ik u vragen zou stellen. Huh? Toen zat hij heel kalm, ja, Sam Staraerts.
Ik ben de oudere. En dan ben je zo'n patriarchaal land ben je uitgesproken. Maar die landbouwcollectivisatie, die moest ik toelichten. Toen zei hij, zuist dan, met een borende vinger. Waarom? Ik zeg, zal ik u vertellen. Mijn grootvader was boer. Ik had een oom die boer was. Middelbare school in de vakanties logeerde ik met mijn oom. Die heeft met hele boerenwerk geleerd. Dus ik kijk naar zo'n gecollectiviseerde boerderij. Met boeren, afgeleide boerenogen. Bovendien ben ik journalist. Naast de romanschrijver. Dat was een varkenskot. Nieuw gebouwd. Met een soort voorgalerij en dan een omheining. Daar liepen 25, knorden 25 varkens rond. Over de omheining hingen 40 gecollectiviseerde boeren checkies te draaien. Daarom deugt het niet. Een jaar later was de collectivisatie afgeschaft. Niet door mij hoor. Oh. Ze hadden te lang in de gaten. Dat hadden we u juist al de secretaris, schrijf op, de zoveelste die dat zegt. U heeft de neiging, meneer Den Dolaert, mensen te waarschuwen. U bent ook de zoon van een predikant. En vooral te waarschuwen tegen ideologieën die mensen vertrappen. Ah. Ja, ik heb hier een boek in de hand dat ik zeg, het fascisme, dat loopt als een soort rode... Mijn slechts verkochte boek. Ja, het hakenkruis over Europa. Reeds in 1932 waarschuwde u tegen het fascisme. Nee. Ja, dit is in 38 uitgekomen. 38 uitgekomen, ja. Maar in 32 schreef u al over het fascisme. Zelfs 1930. Ik was 1930 in Berlijn. En ik was daarheen gelokt, door, ik wil niet in details gaan, door een filmproject dat helemaal mislukt was. En ik had geen centen. En ik liep op een zondag met mijn ziel onder mijn arm. En ik hoorde op zondagmiddag, ik had geen geld voor het Romanische café waar de artiesten naartoe gingen. En ik hoorde plotseling uit een gebouw dat eruit zag als een wielerbaan, zoiets. Sportief althans, hoorde ik een groot gebrul opstijgen. En het regende, ik denk, ik ga naar binnen. En ik werd door niemand tegengehouden. Ik klom trappen op, kwam boven. En ik hoorde een van de mooiste stemmen en radiostemmen die ik ooit van mijn leven gehoord heb. Goebbels. Die leidde Hitler in. En ik heb daar met spanning en ter neergeslagen en gegrepen, heb ik na dat gekrijs en gebrul zitten luisteren. En toen ik in Nederland terugkwam, heb ik tegen al mijn vrienden en kennissen verteld, ik heb de gevaarlijkste man van Europa gezien. En iedereen lachte me uit. Toen ik dit boek las, meneer Den Dolaert, toen ik door het boek ging, laat het maar zo zeggen, ja? Toen vond ik een oude kritiek op uw boek. Oh, van het vaderland. Van het vaderland. En men neemt u geheel niet serieus. Ze vinden u een overdreven standje. Ja, ze zagen het niet. Ze wouden het niet zien. Ik zou je vertellen hoe het verder met dit boek gegaan is. Ja. Toen dit eenmaal uit was, heb ik om te beginnen mijn ontslag genomen bij het volk om het niet te krijgen. Dat zijn van Duitse zijde Graaf von Tschech. Die was toen de gezant. Die is al handelijk op BZ, op Buitenlandse Zaken, geweest om te protesteren over de ondermijnende en ophitsende artikelen van Den Dolaert. Wat ik niet wist, is dat ik naar aanleiding van dit boek en die artikelen op de Fahndungsliste geplaatst ben. De Fahndungsliste, dat was de lijst die naar de politieorganen ging. Als er een land werd bezet, dan werd je oppikken.